wel vet zo'n baantje bij de politie. Adam Eldrisi is zeer geïnteresseerd in een baan in het blauw. Maar voordat hij definitief daarvoor kiest, wil hij toch eerst een aantal dingen zelf ondervinden. Bijvoorbeeld even ME'er spelen. Maar daar gaat het Adams appeltje toch even van op en neer. Zeg Guido, wat moet je eigenlijk doen om bij de mobiele eenheid te komen? Nou, een jaar of 10 geleden werden mensen aangewezen en die gingen naar de ME-opleiding toe die 4 weken duurt. Tegenwoordig is het meer zo dat de mensen die van de school afkomen op de basis terechtkomen en meestal allemaal naar de ME-opleiding gaan. Hey, maar van welke leeftijd tot welke leeftijd mag je eigenlijk dan bij de mobiele eenheid? Nou, je moet natuurlijk eerst oud genoeg zijn om bij de politie te komen. Daarbij komt, als je naar de ME gaat, dan heb je het geluk als er iemand uitvalt. Het is niet altijd zo dat de mensen uitvallen of uit de ME gaan. Dat geluk moet je natuurlijk ook een keer hebben. En het is natuurlijk logisch dat je qua ouderdom niet iemand van 61 jaar in de linie bij Ajax Feyenoord kunt hebben staan. Ja. Dus men houdt toch wel een beetje rekening met de fysieke mogelijkheden van de mensen. Ja. Kijk, dat uniform, dat ziet er wel allemaal goed uit en veilig en zo, maar voel je jezelf ook veilig als je dat zelf aan hebt, zeg maar? Nou, het is in ieder geval zodanig veilig dat het altijd voor verbetering vatbaar is. Alleen, het is ook een beetje een schijnveiligheid. Het is niet zo dat je nou in één keer een ijzeren man bent en niet kwetsbaar bent. En je blijft als mens natuurlijk altijd kwetsbaar, ook in het uniform met al die protectie. En daar moet je rekening mee houden. Kom op! Hé, hey, ben ik wel geschikt voor die mobiele eenheid? Als je nou eerst zorgt dat je bij de politie komt en dan überhaupt die opleiding van 4 weken afmaakt. En als ik je zo zie, eerst nog eens een keer wat spek en ei eten. Dan denk ik dat het misschien wel lukt. Hé, hey Guido, petje af voor mij, serieus.